De afgelopen maandelijkse updates van Home Assistant hebben veel verbeteringen gebracht. In deze video laat ik de top 3 van wat ik de mooiste verbeteringen vind zien. Waaronder nummer 1 de HAX integratie, HAX 2.0, die nu helemaal geïntegreerd is. 2 secties, ik heb er al iets van laten zien, maar ze zijn er nog verder aan de weg aan timmeren, waardoor het nog beter eruit ziet. En als laatste blueprints, die je nu zelf kan aanpassen nadat je ze hebt gedownload en hebt toegepast. Dus let's go! Welkom bij deze video over de top 3 dingen van de afgelopen maanden van Home Assistant. Om te beginnen, Home Assistant komt dus elke maand met een nieuwe update uit. En ja, de ene keer zit er wel in, de andere keer niet, maar meestal gaat het best wel lekker. Als jij een gewone installatie van Home Assistant hebt, kun je heel makkelijk die updates installeren. Dan kun je ze gewoon aanklikken. Heb je een container, dan moet je dat anders doen. En dat heb ik eigenlijk nog niet laten zien, dus daar wil ik eerst even mee beginnen. In mijn geval gebruik ik Portainer.io. In een van mijn video's, misschien hieronder of hierboven, laat ik zien hoe jij met containers een server kan installeren. Dan heb je dus Portainer. En als je dan gaat kijken bij je containers, dan heb je er een aantal draaien. En dan heb ik hier Home Assistant. Klik ik daarop en wat ik dan kan doen, is ik kan hem recreaten. Dan maak ik hem opnieuw aan en als ik een recreate doe en ik zeg repull image, dan trekt hij de allernieuwste image binnen. En je ziet dat hij hier aan de slag gaat en hem opnieuw gaat creëren. Dat kan best wel even duren. Als het goed is, is daardoor je Home Assistant niet meer bereikbaar. Zo, zoals je ziet is hij niet bereikbaar, dus hij is lekker bezig. Hij springt in Portainer terug op de hoofdpagina. Hij zegt succes, dus ik neem aan dat hij weer terug is. Dan zie je dat Home Assistant geladen is. Nou ja, de container is geladen, maar hij moet zelf nog opstarten. Dus hij moet nog van alles gaan laden. Wrapping up. Ondertussen ga ik naar mijn systeem. Home Assistant is gestart, dankjewel. En bij About zie ik nu dat ik de allernieuwste versie binnen heb. Tenminste, dat denk ik. In ieder geval voor deze video moet je nummer 9 hebben, de september release. Ten eerste HAX, Home Assistant Community Store. HAX is een heel belangrijk component in je Home Assistant installatie, want daarmee kun je eigenlijk van een open source van GitHub makkelijke componenten downloaden die mensen zelf hebben gemaakt en waar je dus niet hoeft te wachten op Home Assistant zelf. Dus eigenlijk heb je altijd twee soorten releases, je hebt Home Assistant zelf en HAX componenten. HAX 2.0 is een stuk beter geïntegreerd in Home Assistant. Als je hem wil gaan installeren, dan kun je dat simpelweg doen door hem als add-on te installeren. Dan zoek je op HAX, voeg je hem toe als add-on. Je gaat vervolgens naar integraties. Je zoekt weer op add-ons. Dat blijft een beetje raar waarom Home Assistant dat doet. En je hebt HAX. Wil je hem in je container, dan kun je dat zien in mijn video voor containers, hoe je dat doet. Dan moet je wat commando's in jouw container zelf draaien. Nou, waarom is HAX 2 nou zoveel beter? Dat hebben ze voor mij uitgelegd. Een nieuwe frontend. Ik zal hem hier laten zien. En in die frontend heb je alles in een tabelvorm, zoals de nieuwe tabellen van Home Assistant. Nou, dan heb je dus al die groepeerbui, sorteren, filters, al dat soort dingen. Maar het is veel overzichtelijker. Het ziet er niet meer zo choppy uit, zeg maar. Dus ik heb hier updates, maar dat hoeft niet per se hier. En ik heb hier downloaded allerlei dingen die ik al heb gedownload. Adviezen van dingen die ik wil gaan doen. Hoe weet hij dat nou toch? Ik heb geen idee. Maar Bubblecart is inderdaad degene die ik heel graag wil mee gaan werken. En ik kan zoals altijd met repositories werken. Dus custom repositories van GitHub aftrekken. En ik kan ook volgens mij gewoon hier zoeken naar iets wat ik nog niet heb. Nou, geen idee waarom ik dit typte. Maar inderdaad, ik kan hier ook gewoon zoeken naar dingen die ik nog niet heb. Waarmee ik mee aan de slag kan gaan. Dus, heel simpele integratie. Tweede verbetering die ze melden op de website is dat die sneller is. Volgens mij alle componenten integreer je via GitHub en daar hebben ze iets van een proxy tussen gedaan. Top. En misschien nog wel de allerrelaxte update is dat hij nu zijn updates heeft geïntegreerd in de gewone updates van Home Assistant. Dus ik heb hier HAX 2.0. Dat is nog niet zo speciaal, maar dat hier Chime TTS, dat is een component die ik via HAX heb geïnstalleerd. Die kan ik hier via de gewone updates installeren, updaten, etc. Dan heb ik hier een repair, want hij wil restarten. Dus ook de restarts, waar HAX bekend om staat. Je blijft maar restarten, maar zwa. Die zijn ook geïntegreerd. Nou, doe ik submit, repair, chop.
Je moet weten, met Hax is altijd heel belangrijk. Je moet opnieuw opstarten en dan moet je ook je cache nog opschonen. Ik zie bij andere filmpjes dat ze dat helemaal moeilijk doen met de browser. Ik doe altijd gewoon Ctrl-R. Dat is een extra harde refresh. Dus dat is eigenlijk de Hax-integratie. Waarom Hax? In Hax heb je een aantal hele coole componenten. Ik heb in mijn laatste video laten zien hoe ik plantsensoren kan installeren via Hax. En hoe ik daar ook nog eens hele mooie flower cards voor kon downloaden. Ik heb grafiekjes die ik gebruik. Mushroom cards is een hele bekende. Dat zijn hele mooie kaarten voor je dashboard. Browser mod, die gebruik ik zelf om mijn tablet op de muur te bedienen. En dan heb ik ook dingen zoals bijvoorbeeld Alexa integratie. Nummer 2, secties. Secties is een nieuwe manier om dashboards te maken. Dus als ik hier naar mijn dashboard ga, ik heb hier een aantal testjes. Dus ik ga hier een nieuw tabblad aanmaken in mijn dashboard. Dan zeg ik hier YouTube top 3 2024. En dan zie je hier secties. Het blijft erg experimental, maar ze zijn er druk mee bezig. En volgens mij prima te gebruiken, want nou ja, volgens mij, ik gebruik het al een tijdje. Dan zie je hieronder de nummer van de aantal secties die je op een rijtje hebt. Dat werkt eigenlijk met een soort van kolommen. In dit geval kun je dus 2, 3, 4 secties gebruiken. Nou, dan doe ik er nu 3. Dus dan heb ik 3 van die dingen. Hij maakt er alvast eentje aan. En dan kan ik hier in die secties componenten toevoegen. Nou, ik zal even een paar dingen doen. Ik zal hier een Apex chart van, je kan het raden, Hax gebruiken. Nou, deze staat standaard ingesteld op mijn telefoon volgens mij. Ja, safe. Vet shit. Maak ik er nog een sectie aan. En dan ga ik hier een standaard grafiek toevoegen. Nee, ik wil... Toen ik dit aan het voorbereiden was, had ik iets moois gevonden. Namelijk de history graph. Maar op de een of andere manier wil die niet zo goed laden. En dat wil ik van, niet van de zon, maar van de stroomprijzen. Ik weet niet waarom die blijft laden. Dan wil ik nog een sectie, deze. Daar ga ik mijn geweldige flower card in doen. En dan wil ik deze, save. Vervolgens ga ik hieronder nog een thermostaat toevoegen. En nog één sectie met een RGB-lamp. Deze wil op de een of andere manier niet. Dus ik voeg daar gewoon even een andere toe. Namelijk die gewone grafiek. Safe. Nou, wat zie je nu? Je ziet hier bijvoorbeeld dat deze kaart niet de hele breedte gebruikt. Nou, dat is een eerdere update. Als ik hier nu op klik, dan kan ik naar layout. En dan kan ik hier zeggen, gebruik iets meer ruimte. Zie je? Maar sinds de laatste update hoef je er niet over na te denken, maar heb je ook een take full width. En dan doe ik save en dan zie je dat hij de hele breedte gebruikt. Toffe update. Een andere, en dan ga ik deze even verplaatsen, is dat je ook de sectie tegenwoordig in de laatste update kan aanpassen in de breedte. Dus ik kan hier de sectie aanpassen en dan zeg ik gebruik een breedte van 1, 2 of 3, want dat is het maximum wat ik heb. Dus ik zeg hem op 2, dan wordt hij 2 breed. Maar dan zie je dat die kaart nog niet de hele breedte pakt. Dus dan ga ik weer naar hier naartoe, layout. De volledige breedte, save en hoppatee, heb ik die hele kaart. Afhankelijk van wat je gebruikt, heeft het ook nut. Dus bijvoorbeeld bij deze. Deze heeft nu vanzelf dat hij de hele breedte pakt. Als ik dan hem op 3 zet, dan zie ik dus dat hij de hele breedte gaat gebruiken. Nou, ook hier is het nog niet helemaal lekker, want die hoogte is nu een beetje vreemd. Het is een slecht voorbeeld, hè? Maar het werkt wel. En zo kun je dus spelen met de breedte van je sectie zelf en met de breedte van je kaart in die sectie. Een ander ding wat ze hebben toegevoegd,
En dat vind ik wel heel cool. Ik vind alleen niet dat ze er al klaar mee zijn. Dus Home Assistant, mocht je dit kijken, nog werk hier. Want ik heb hier badges. Vind ik altijd heel cool. Wat is dat nou? Dan kun je dus van die kleine dingetjes neerzetten. Zoals bijvoorbeeld person. Dus dan zeg ik hier ik en mijn zoon en mijn dochter en mijn vrouw. Nou, dat is misschien privacy. Hop, flats, add to dashboard. Dan zie ik of ze thuis zijn. Je kan denken aan temperatuur, sensoren. Je kunt denken aan deuren. En je kunt denken aan beweging. Continue. En dan zie je dus dat hij dit allemaal wil toevoegen hierboven. En dan heb ik hier dus een hele mooie rij met badges. Nou, zet ik hier ook nog even een naam in die sectie. Done. Nou, ziet er vet uit, moet ik zeggen. Maar wat is nou het stomme eraan? Dat ik hier weer die ruimte tussen heb. Dus Home Assistant, ik wil die spacing niet hebben. Of ik wil in ieder geval dat heel makkelijk kunnen weghalen. Nou, het zal vast wel iemand nu zeggen, ja, dat kun je met card mod doen en zo. Maar hoe dan? Hey, help even. Los daarvan, ik zou het met card mod willen fixen nu, maar ik vind eigenlijk dat dit standaard in de UI moet zitten van Home Assistant. Dat was 2. By the way, ben je al subscribed? Zo niet, subscribe even. Druk dat belletje, dat vind ik fijn. Een duimpje op de video zou ik heel erg waarderen. Daardoor gaat YouTube mij weer sneller vinden en dan krijg ik meer eer voor mijn werk. Thanks. De derde update is blueprints. Nou ja, niet blueprints, maar dat je blueprints kan aanpassen. Ik weet niet of jullie het weten wat blueprints zijn. Als je hier bij settings, automations, naar hierboven kijkt, heb je blueprints. En blueprints zijn eigenlijk voorgebakken automatiseringen waar je alleen wat variabelen hoeft in te vullen. We hebben dus hele geniale mensen, hebben dat voor mij al gedaan en voor jou. En dan kan ik je zeggen, discover more blueprints. Dan kom je op de Home Assistant pagina met allerlei blueprints. Dan zie je hier de latest, maar kan ik zeggen de top ones. En dan zie ik hier conversation with assist. Dat heb ik nog niet. Motion light with extra spice. Nou, kicken. Staat hier van alles en nog wat. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is import blueprint. Klik, even URL controleren, is goed. Dan zeg je preview, import. En dan heb ik hier de motion based light extra spice. En als ik daar klik op create automation, gaat hij die toepassen. Je kunt ook vanaf nu, als jij bij automations bent en je klikt op create automation, staat hij hieronder erbij. Dus die klik ik aan. Dan zie je hier dus dat hij een bewegingssensor wil. Dat hij een licht wil. Lijkt me logisch. Daar ben ik nu wel mee aan het schieten, dus dat is een beetje nasty. En dan kan ik de brightness instellen. De temperatuur. Nou, hier kan ik hem nog tegenhouden eventueel. De waiting time. Dan heb ik hier een luminance sensor. Zo. Dim lichten, optioneel, sanus, shower mode. Oké, doe ik deze nog, dim lights. Zo, dan zeg ik save voor YouTube video. Save. Missing input, blocking entry, entity. Nou, ik heb niet zo goed gekeken wat dit nou allemaal over gaat, maar het belangrijkste is... Je hebt nu dus een van tevoren ingestelde automatisering, maar bijvoorbeeld die blocking entity, ik weet niet wat het is, misschien wil ik het helemaal niet, of misschien wil ik het net anders. Nou, wat je dus nu kan doen, is hier bij de puntjes, kun je zeggen take control, en dan kun je maar één keer doen, je kunt niet meer terug naar de blueprint dan. En als je dat hebt gedaan, dan krijg je dus weer de normale setup van je automation. En dan zie je dus wat er achter de schermen gebeurt. Dus je ziet hier dat er een bewegingdetectie in zit. Dan gaat hij iets controleren, de tijd pakt hij nog mee en dan zegt hij hier conditioneel doe dit, dat en dat. Nou, als je dus bepaalde dingen niet wil, dan kun je dat nu gewoon aanpassen. Dus op het moment dat ik deed het net verkeerd, je doet dus die take control, maar zegt hij hierboven weet je het zeker. Nou, dat doet hij dus omdat je het niet meer terug kan draaien. Nou, dan zeg ik ja, dat weet ik zeker. En dan kan ik hier dus de ding openklappen en dan kan ik zeggen die confirm aan het slapen is of... Ja, die wil ik helemaal niet, want
Ik snapte hem niet eens. Hoppatee, weg ermee. En klaar, dus nu heb ik die blueprint die heel uitgebreid was, maar waar er iets in zat wat ik niet zo lekker vond, aangepast naar mijn behoeven en ik heb een gewone automation waar ik mee verder kan. Nou, kijk er dus mee uit, want je kunt niet meer terug. Dus je wil het wel één keer goed doen. Dat kan handig zijn voor verschillende dingen. Ik heb eerder een video gemaakt bijvoorbeeld over hoe je kan werken met je wasmachine. En hier heb ik dus een heel template weer, hoe ik die droger kon instellen. Dat is ook een eerdere video. En dan heb ik hier take control. En dan zie je dus hier wat die allemaal onder water doet. Het kan dus ook makkelijk zijn om gewoon te kijken hoe die blueprint werkt. Om ervan te leren of om te kijken of je hem wel wil aanpassen of niet. In dit geval wil ik het helemaal niet. Dus ik zeg op, terug, klaar. Tot zover deze video over de top 3 van beste verbeteringen volgens mij van de afgelopen 3 maanden ongeveer in Home Assistant. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of opmerkingen of iets dergelijks? Zet ze in de commentaar, vind ik leuk. Kunnen we het met z'n allen een beetje erover hebben. En ben je nog niet subscribed, doe dat dan hier. En verveel je nog meer of heb je gewoon zin om nog meer video's te kijken? Hier is een lijstje van video's waar je nog veel meer informatie kan vinden over home automation en automatisering in het algemeen. En hier staat waarschijnlijk mijn allerlaatste video. Of als dit de laatste is, een andere. Ik weet niet hoe die dat doet. Kijk lekker verder en dan zie ik jullie graag de volgende keer. Laters!